slavery. Ik kan maar komen naar deze aarde. Amen, hij is gestorven aan het kruis voor een ieder hier die vanavond op een matje zit of die langs loopt hier in het park. Amen, misschien iemand die mijn klanken hoort, misschien iemand die mij hoort praten vandaag. Voor een ieder vanavond is Jezus gekomen en daarom staan wij hier. Yeah. Check it. We komen in de strijd als een stel soldaat. We komen bijbelteksten geven als handgranaten. We zijn sterk in de Heer en we brengen het vuur. Doen de wapenrusting aan en we breken de muur. En we komen in de strijd, hier raar. Maar ik wil je verzekeren, het is echt waar. Ik zat aan de sigaretten, verkeerde vrienden. Het leek alsof de duivel mijn leven bediende. Maar op een dag, God sprak tot mijn hart. Hij liet me zien hoeveel hij in petto had. Hij liet me groeien in zijn koninkrijk. Maar één ding is zeker, en nu ben ik ontzettend rijk. Niet met rijkdom en niet met geld, maar ik ben verlost door ons enige held. Maar ik heb geen pijn meer, ik heb geen kwelling meer. Helemaal niks in mijn leven doet zeer. We zitten over onze hart heen vanmiddag. Welke masker dragen wij? We kunnen lachen voor de buitenwereld, maar van binnen kunnen we huilen. En dat is wat ik deed 14 jaar geleden. Ik liep daar op straat. Alles wat belangrijk voor me was, was stelen, roven, met vrienden op straat hangen. Dingen doen die God verboden had. En ik voelde me fijn, het voelde leuk. Voor een paar minuten, misschien voor een dag. Misschien voor een paar weken voelde het leuk. Maar daarna viel je terug in een leegte. En die leegte, die probeer ik op te vullen met van alles en nog wat. En ik kan je één ding vertellen. Je zal vervulling vinden. Maar zoals ik net had gezegd. Voor een dag, misschien voor een paar uur. En daarna val je terug. Maar vanmiddag, wij staan hier met een boodschap dat Jezus Christus jou kan vervullen. Die kan je vervullen met werkelijk blijdschap. Die kan je vrijzetten. Hij kan je genezen van pijn deze middag. En Jezus Christus leeft. Amen. En al deze mensen die hier voor mij staan, achter mij staan, die hebben dit ervaren. En die kunnen erover getuigen. Amen. Ben je nieuwsgierig naar deze verhalen? Kom gerust hier naartoe. En we willen er graag over. Weet je, money als je overlijdt. Helemaal naar de head of challenge, want je bent het kwijt. Maar Jezus blijft voor eeuwig. Hij is er altijd. Eeuwig leven in de paradijs, het is een feit. Als we kijken tegenwoordig naar de aarde, we zien haat, wrok, mensen zonder waarde. Ze zijn minderwaardig, ze hebben zelfhaat. Ze weten niet eens dat Jezus, ik heb gekozen voor hem. 14 jaar geleden op mijn knieën voor hem. Ik dacht ik ga voor die hemelse rijkdom, want heb geen cent. Inflatie is gestegen, maar ik ben Jackie Chan. Your blessing came upon me like a waterfall. And you're the only one, I thank your love for your offer. Yeah, I am Karim, wanna give my testimony. God is with me, I'm not alone, I'm Mr. Lonely. This is a witness song, this is a witness song. Maybe you think this fake, but I'll tell you all that is wrong. I praise the Father every day for what he did for me. Was luck, Jesus came along and set me free. Changed my destination, the place to be. In the paradise, Jesus, yeah, he waits for me. Ik ben opgevoed in een christelijk huishouden. En tot en met mijn 18e heb ik God gediend. Ik kan wel zeggen eigenlijk dat er met mijn 16e, want 17 en 18 tellen niet mee. Ik was helemaal niet bezig met God, alleen met mezelf. En ik woonde op Curaçao toen de tijd. Ik kwam naar Nederland toe om te studeren. En toen dacht ik van, hé, ik woon niet meer thuis. Ik kan nu mijn eigen regels hanteren. Vanaf dat moment ging ik eigenlijk alleen maar naar beneden. Ik begon dingen te doen waarmee ik nooit ben opgevoed. Ik begon om te gaan met de mensen die slechte intenties hebben, niet alleen voor mij, maar ook voor andere mensen. En ik begon beïnvloed te raken. Ik begon ook die dingen te doen die zij deden. Nu wist ik altijd dat het niet goed was, want ik wist, ik had een bepaalde opvoeding gehad. Maar ja, ik ging door met mijn leven. Ik was heel egoïstisch. Het boeide me niet wat ik deed met andere mensen, hoe andere mensen over mij voelden. Uiteindelijk heb ik zelfs in een gang gezeten op straat. Ik heb mijn eigen gang gevormd met een grote groep criminelen. En wij begonnen dingen te doen die gewoon helemaal niet Gods wil zijn. Maar één ding merkte ik. Al had ik die zogenaamde familie om mij heen. Al had ik het geld, het snelle geld. Al had ik de status. Ik voelde me toch eenzaam en alleen als ik thuis kwam. Als ik op mijn bed lag. Ik wist dat ik naar God toe moest keren. Maar ik wou het maar niet. Ik bleef maar tegen vechten. Tot op een dag dat ik op Instagram aan het scrollen was en ik zag een post over hoe Jezus Christus terugkomt. En dat raakte mijn hart. Ik wist dat ik niet recht voor hem stond en ik wist dat ik mijn hart naar hem toe moest keren. Dus wat heb ik die avond gedaan? Ik heb gebeden, kort gebed gebeden voor mijzelf.
Alleen, ik wou niet dat ik de enige getuige was van dit gebed. Dus ik ben de volgende dag naar mijn ouders gegaan. En mijn ouders die hebben met mij het bekeringsgebed gebeden. Wat houdt dat in? Dat is een kort gebed waaraan je God vertelt dat jij niet perfect bent. Dat jij slechte dingen hebt gedaan. Dat jij vergiffenis nodig hebt. Je vraagt hem, zeg maar, om te komen wonen in je hart. En dit is niet fysiek, dit is geestelijk. En vanaf dat moment dat ik dat had gedaan, die keuze had gemaakt om Jezus Christus in mijn hart te accepteren, zag ik mijn leven 180 graden draaien. Ik was niet meer alleen, ik had een familie gekregen van God. En deze familie die was werkelijk. Dit waren mensen die goede bedoelingen met mij hadden. Goede dingen deden ook voor andere mensen. Opeens had ik een vaste baan. Ik was niet meer bezig met de straatdingen. Ik had er geen zin meer in. En ik kan je vertellen deze avond dat Jezus Christus, diezelfde Jezus van 2000 jaar geleden, nog steeds dezelfde God vandaag is en dezelfde God in eeuwigheid. Ik hoop dat jullie kunnen doorgenieten van Karim's rap. Open je oren, open je hart en accepteer Jezus deze avond in je hart. Everything has changed, now I am free. Jesus in my life and now I can see. Back up, back up, back up, back up. The devil is a loser and we don't stop. Back up, back up, back up, back up. We believe in Jesus and we reach the top. Yeah, the number of God, 777. I need to make a step in hell or in heaven. I took my glasses off, now I see better. The storm is over and I have a better. Señor, a la vez, come on. Alaba Señor, alabe, y alaba Señor, yeah, alaba Señor, check it, alaba Señor, man, yeah, Jesús de mi vida, mi Dios está arriba, Él viene mundo aquí, ey, pa' morir na' en cruz, yeah. Es aquí tan es único, Cristo Jesús, Él viene mundo aquí, ey, pa' sende el luz, de mi corazón, Él morir na' en cruz, pa' tu reina hay un vida bon, mi nota caña, mi tirazón, bueno de que revi. I will tell them you don't act geloven. De kaart voor de duivel, hij kan je echt beroven. Hij is de grootste dief, de grootste maniak. Maar door de God aan ons zijde staan we strak. En we kunnen dingen aan in ons leven. We kunnen dingen aan, we kunnen verleidingen bestaan. We kunnen mensen helpen om verder te gaan. We kunnen mensen helpen om verder te gaan. Yes. Alaba Señor. Ryan Kill. Het tij wordt gekeerd en nu zit je in jail. Hij kijkt je lief aan, dit is toch wat je wil? Ik maak geen grappen, dit is geen 1 april. Ik ben veganist, ik eet geen makreel. Hij zegt, hou je mond dicht, nu doe je wat ik wil. Er is een God, hij veroordeelt de mens niet. Geef je leven nu en pak die intercity. Aanrennen met je bakje moximitti. Geef je leven nu, het leven draait niet om pastitje. Mensen redeneren, te mooi om waar te zijn. Geef je leven nu en spring in die trein. Wees niet de mensen die Noach uitlachten. Toen het water kwam, toen pas op bedachten. Ze sloegen en ze schopten, maar de ark was dicht. Hun kans is geweest, hun eigen zwijgplicht. Het oordeel van God komt eraan. Geef je leven nu, we moeten niet buitenspel staan. Miste ik liefde en ik probeerde dit op te vullen met relaties. Op de middelbare school kreeg ik een vriend die niet goed voor mij was. Maar ik wilde niet alleen zijn. Ik liep wat relaties af. En als ze tegen mij zeiden, wat ben je mooi. Dan viel ik al voor hun. Dan was ik weer verliefd. Maar uiteindelijk waren ze allemaal weer op mij uitgekeken. Dit was leuk, totdat ik op het punt kwam dat ik vertrouwensproblemen kreeg. En mijzelf niet meer kon vertrouwen. Mijn eigen waarde is naar beneden gehaald. Wie ben ik eigenlijk? Vraagt ze aan zichzelf. Wie ben ik eigenlijk? Ik begon uit te gaan. Ik begon naar feesten te gaan. En ik ontmoette weer een man. Toen het na een paar weken uit was, stortte ik mijzelf in alcohol, in drugs. Ik wist niet meer waar ik liefde moest zoeken. Ik zit in een donkere spiraal naar beneden. En uiteindelijk vertelt zij, ik ben weer teruggegaan naar God. Ik heb mijn hart aan hem gegeven. En zij getuigt hierover, zo'n liefde is niet te vinden in aardse dingen. En ik spreek uit ervaring, zegt zij, niet in drugs, niet in alcohol, niet in seks en niet in jongens. Het was even leuk. Maar daarna voelde ik mij beschaamd. Ik voelde mij beschadigd. Gods liefde staat daar ver boven. De vrede en de rust die ik ervaar van zijn liefde zijn onbeschrijfelijk. But there is a way, there is a spark, and there is a hope that you can hold on to. There is a lifeline, come to the rescue, just like a hand that's waiting for you. And if you believe in this, I promise that you will be
carries away the truth.